hele vroege en late. Merklappen hebben in het midden altijd een soort van stamboom. Okay. Ze hebben de hoofdletters en de kleine letters geborduurd. En altijd de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Want het waren belangrijke letters en borduurvormen om kleding te merken. Dat ik allemaal terugvind. Ik heb begrepen dat er ook een aantal professionele kunstenaars hier hun werken tentoonstellen. Ja. Kun je daar in het kort even iets van vertellen? Want het is wel interessant. Ik weet dat het een aantal vrouwen zijn die bij elkaar gekomen zijn via de kunstacademie. En ze werkten allemaal met textiel. En omdat textiele vormgeving in kunst niet heel veel gedaan wordt, hebben ze elkaar opgezocht en samen maken ze zeg maar tentoonstellingen door het hele land. Ze hebben een jaar of 5, 6 geleden ook een aantal werken hier gehangen. Ze hebben nu alleen weer hele nieuwe stukken. Ja, ik zeg, ik ben een stik jaloers op. Ik wou dat ik ze thuis had.